lijkt erop alsof je twee kleine tumoren in je lichaam hebt zitten. Dat het leven ook morgen zomaar voorbij zou kunnen zijn. Het zijn de shitste jaren van mijn leven geweest. Maar tegelijkertijd heeft het me ook gebracht waar ik nu zo ontzettend gelukkig mee ben. Dan maakt het niet uit of je kanker hebt of niet. Het moet gewoon gebeuren. En ergens ook wel de behoefte om te kunnen zeggen dat ik dat zelf gedaan heb. Van harte welkom bij 7D TV. Op je 8e je eerste bedrijf beginnen. Drop-out zijn van het onderwijssysteem. En alsof dat nog niet genoeg is, op je 25e per toeval achterkomen dat je een agressieve vorm van kanker hebt. Dat is het verhaal van ondernemer Marijn Kortstra. En hij is mijn gast. Welkom bij 7D TV. Marijn, van harte welkom. Dankjewel. Ja, laten we met het allerbelangrijkste beginnen. Hoe is het met je nu? Beter. Het is wel echt een stijgende lijn. Vanaf begin januari werd het ontdekt. Ja. Dat was natuurlijk mega heftig en dat is gelijk ook wel echt de diepste dal geweest. Toeval, hè? Of niet? Toeval. Ja, ik had een andere echo staan. Eigenlijk voor iets ongerelateerd. En ze waren met die echo bezig. Die was ook eigenlijk ter geruststelling. Ze zeiden ook van, nou, ziet er allemaal goed uit en we zien niks vreemds. En toen op een gegeven moment waren ze bezig. En toen zei die, wacht even, hij zei, heb je hier geen klachten? Dus ik zo, nee, ik heb nergens last van. En zei, nou, ik ga toch even je huisarts erbij halen. Dus zei, dit ziet er niet goed uit. Dus toen zat bij mij mijn ademhaling echt al gelijk heel hoog. En toen dacht ik van, oh, dit, ik kon wel aan zijn gezicht aflezen dat het niet goed was. Ja. Dus kwam de huisarts mee binnen en die keek naar die beelden en die zei van, ja, zei, ik ga het ziekenhuis bellen, want het lijkt erop alsof je twee kleine tumoren in je lichaam hebt zitten. Dus ik ga bellen en mijn advies is dat je iemand ophaalt die dichtbij je staat, dat je daarheen gaat, dat je niks meer eet en niks meer drinkt. En verwacht maar dat je vanmiddag nog geopereerd gaat worden. Oef. Dus het was echt van een ochtend dat ik even daarheen ging met het idee van, nou, even een echootje en dan ben ik zo meteen weer lekker aan het werk. Bij de was huisarts, echootje was bij de huisarts. Ja, was lokaal bij de huisarts inderdaad. Ja, was het echt, maar die huisarts had wel meteen zoiets van, het is dermate ernstig, meteen door. Ja, ze liet het niet helemaal blijken, want ik zei, kan het niet iets van een kiste zijn? En zei ze, rekende maar niet op. Dus ze was nog wel een beetje, ze liet een beetje in het midden. Maar toen we in het ziekenhuis aankwamen, toen wisten ze ook dat ik eraan zou komen. Toen lag er een hele planning klaar voor de komende uren qua onderzoeken. Dus toen wist ik al wel van, oké, dit gebeurt niet zomaar. Zeker niet nog een soort van post-corona tijdperk, waarin natuurlijk de zorg ook echt uitgesteld wordt. Niet lange wachttijden zijn, niet zo makkelijk is om snel terecht te kunnen. Ja. Dus toen dacht ik wel van, ja, dit ziet er niet goed uit. Wel goed die daadkracht van je huisarts dus. Heel erg, ja. Want de timing, want de snelheid was van cruciaal belang? Het was heel erg van belang. Ik ben ook echt, ik denk 12 uur na die echo geopereerd. Dus ze zeiden ook echt van, het is gewoon iedere dag telt. Enerzijds omdat we zo snel mogelijk willen weten wat voor type cellen het zijn, wat voor tumor het is. Ja. Is er nog een kans dat het goedaardig was? Was bij mij niet, maar die kans is er op dat moment nog wel. Maar anderzijds omdat het een kanker is die je heel snel uitzaait. En waarbij die uitzaaiing ook echt schijnbaar in weken tot maanden echt flink door je lichaam kunnen gaan. Ja, zeker op jouw leeftijd. Je bent super jong. Dus dat merk je ook wel. Dan wordt ook wel een beetje extra gas gegeven. Jezus, wat een rollercoaster moet dat geweest zijn, toch? Behoorlijk, ja, zeker weten. Het was echt, ja, vooral omdat het zo onverwachts was. Het was echt zo van het ene op het andere moment. En geen enkele aanleiding om ook maar iets te voelen in mijn lichaam. Ik dacht, dit klopt niet. En dan is het wel, ja, staat je wereld echt wel even op zijn kop. Beschrijf dat eens. Wat is de wereld op je kop zetten dan? Hetgene waar ik misschien het meest over verbaasd was het ongeloof. Ik heb echt, ik denk 2 uur lang toen ik in het ziekenhuis het echt, aan de ene kant besef je het wel, maar aan de andere kant had ik zoiets van, ieder moment kan iemand naar me toe komen en zeggen, ah shit, we hebben toch de verkeerde echo. Of we hebben toch een foutje gemaakt, we hebben nog extra onderzoek gedaan en het is toch niks. Dat je echt een soort, ik denk dat het echt een copingmechanisme is, dat je gewoon echt in je hoofd bezig bent van, dit kan niet waar zijn. Ja, zometeen komt iemand zeggen dat het een droom is of zo. Of word je een soort van wakker. Ja. Zeiden ook, want zaten toen waren wat extra onderzoeken gedaan, zeiden ze van, nou, nu weten we echt wel zeker dat het tumoren zijn. En zei die arts ook van, nou, dit moet enorm moeilijk voor je zijn om mee om te gaan. Ik schoot nog net in een soort van lach. Maar ik had mijn moeder inmiddels opgehaald en meegenomen. Ik keek haar en ik zei van, ja, ik heb echt nog totaal niet in de gaten dat het over mij gaat. Dus, en eigenlijk is het ook, want een dag daarna geopereerd. Dezelfde dag nog zelfs. En al vrij snel daarna, want hoe snel diagnosticeren ze dan dat er geen uitzaaiingen zo? Die kreeg ik een kwartiertje voor de operatie. Dus ik lag te wachten op een speciale kamer voor de voorbereiding voor de OK. En toen kwam heel snel de arts binnen en zei, we hebben net de uitslag van je CT binnen. En daar zijn geen uitzaaiingen op te zien. Dus zij kunt in elk geval iets geruster die operatie ingaan. Dus en dan kom je eruit en dan? High van de propofol, wat ik ook gekregen had. Dus toen, ik heb schijnbaar 100 uitzitten vertellen in OK over van alles en nog wat. Maar toen vooral gewoon echt heel erg moe. Maar ook wel versuft, want eerst van de ruggenprik en alle verdovingsmiddelen die je dan krijgt. Ja. Daarna pijnstillers gekregen, dus ik was vooral echt niet helemaal. Maar dus 's avonds kwamen wel even de eerste traantjes. Dat ik wel echt zoiets had van, dan is ook die grootste spanning eraf. Wist ik dat ik geen uitzaaiingen had, wist ik dat het mijn lichaam uit was. Dus toen kwam ook wel een soort van, oké, nou, het soort van het zwaarste of het pittigste is vandaag achter de rug.
Ja, en hoe snel dat dan? Want dan praten we, wat is het? 1 of 2 dagen nadat je bij die huisarts was. Ruim een dag nadat je bij die huisarts was. Ja, dus ook nog steeds dezelfde avond eigenlijk. Die ochtend was de huisarts en die avond de operatie. Dus ik ben nog 1 nacht in het ziekenhuis gebleven. En toen de volgende dag kon je weer naar huis? En de volgende dag mocht ik naar huis. Ik stond eigenlijk op dat ik diezelfde dag nog naar huis wilde voor die operatie. Toen zei ik slaap vanavond in mijn eigen bed. Maar dat was no way, haalbaar. Dat was, En toen werd je naar huis gestuurd met de mededeling. Alles weer oké? Okay, nee, met de mededeling van we gaan nu onderzoeken of het goedaardig of kwaadaardig is. Want dat wisten ze op dat moment niet. Ja. Zeiden we, er is nog een hoop dat het goedaardig is omdat je geen uitzaaiingen hebt. Maar nou, we gaan het onderzoeken, gaan naar een patioloog. En dan over 2 weken mag je terugkomen. En dan hoor je of het goedaardig of kwaadaardig is. En vanuit daar kun je dan nog eventueel kiezen of je wel of geen chemo en bestralingen wil hebben. Of dat je kiest, en dat was uiteindelijk ook het advies van het ziekenhuis. Ik ben 2 weken later teruggegaan. Toen zei ze van, nou, het is wel kwaadaardig, maar je hebt echt zoveel geluk gehad. Want het is waarschijnlijk weken uit geweest of hooguit 1 of 2 maanden. Dus je bent er echt buitengewoon vroeg bij geweest. En dan heb je de keuze en of je, moet ik het goed zeggen, of je dan inderdaad 1 chemo en de bestraling wil. Ja. Want het feit dat ze geen uitzaaiingen op die CT-scan zien, was voor mij nieuw. Betekent niet dat ze er niet zijn. Maar dat kan ook betekenen dat ze er wel zijn, maar te klein zijn om waar te nemen. Dus zeggen we, nou dan kunnen we 1 chemo doen en 1 bestraling en dan weet je zeker dat het weg is. Of we gaan een wait-and-see traject doen en dat is dan gewoon letterlijk kijken en afwachten voor 5 jaar lang. Waarbij je ieder half jaar de CT-scanner ondergaat en ieder half jaar wordt gekeken of er niet toch uitzaaiingen zijn of dat het niet terugkomt. Wat heb je gedaan? Ik ben voor het laatst gegaan, ja. Toch, ja? Mijn eerste reactie zou zijn, burn it baby. Ja, om alles. Ja. Nou, ook wel echt op advies van het ziekenhuis. Want ze zei, die chemo en die bestralingen maakt ook weer van alles kapot. Ja. En als man zijn, dan kan het ook met je vruchtbaarheid van alles doen. Dus ze zeiden van, ja, er kunnen ook consequenties aan zitten die heel rot zijn waar je later achter komt. En ja, op het moment dat we er binnen een half jaar bij zijn, zijn we eigenlijk altijd op tijd. En dan kun je alsnog voor die chemo en die bestraling gaan. Dus het sterke advies van het ziekenhuis was, ga voor dat wait-and-see traject. En dan gaan we gewoon 5 jaar je heel goed in de gaten houden. En vanaf daar zien hoe het loopt. Maar ik moet zeggen, die valt me ook wel zwaar. Want deze maand staat de eerste CT-scan gepland. Dus de eerste follow-up van dat wait-and-see traject. En dat is toch alweer even heel benauwend. Wat betekent dit? Ja, dat is een hele obligate vraag dit hoor. Maar wat betekent dit voor jouw leven, zeg maar? Of hoe je erin staat? Ja, dat is een lastige vraag. Ik heb 2 keer eerder iets soortgelijks meegemaakt. Ja. Je noemde het al in de intro, ik ben gedropt op de middelbare school. En dat was ook niet zonder reden. Het is omdat ik een auto-immuunziekte heb gehad als kind. Dus ik ben toen ook al heel, heel erg ziek geweest. Dus dat heeft me al wel, heeft me denk ik heel erg gedefinieerd en gemaakt tot wie ik ben. En ik heb 2 jaar geleden ook nog best een heftig auto-ongeluk gehad. Iemand die met 80 km per uur de rood reed en mij daarin, ik zat zelf in de auto, maar echt op een centimeter na mijn deur miste en vlak achter mij terecht kwam. En dat was ook wel even zo'n momentje dat ik dacht, shit, weet je, een soort van letterlijk, iedere seconde kan het ook zomaar eens voorbij zijn. Ja. Want ik lag toen ook in de ambulance van dat auto-ongeluk en zeiden ze, Paul, een half seconde eerder was geweest en zat in jouw deur, dan je die in elk geval niet zo bijgelegen als nu. Jezus. En dus een schouder of zo misschien wel. Ja, of een kat met 9 levens. Ik weet het niet. Ja. Hey, want even over dat onderwijs. En we gaan zo meteen ook nog echt over No Dots praten. Want dat is je onderneming waar je vol ambitie mee bezig bent. Maar ik vind, zeg maar jongeren, ik vind onderwijs interessant. Ik vind het echt superleuk dat je hier bent. En dank daarvoor je eerlijke verhaal. So far all, zeg maar. Maar dat schoolsysteem was zeg maar niet in staat om, want je bent jarenlang een soort van uit de running geweest, hè? Ja, klopt. Ik heb op mijn 14e een griepje gekregen. En dat leek gewoon een normaal griepje te zijn, maar dat was eigenlijk het begin van, en ik noem het een auto-immuunziekte, maar dat is waar de onderzoek op dit moment naar wijst, is het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. En wat het gebeurt altijd met een griepje, het start daarmee en vervolgens blijft eigenlijk op de koorts na alle symptomen hangen. Dus je moeheid blijft hangen, je hoofdpijn, buikpijn, je spieren zijn heel snel verzuurd. Dus ik ging van 5 dagen in de week naar het VWO en gewoon vol energie en afspreek met vrienden en tennissen en van alles en nog wat. Ging ik in 1 keer naar gewoon opstaan uit bed en gewoon echt het gevoel hebben dat ik een nacht had overgeslagen. Jezus. Hoe oud was je toen? 14. En vlak daarna werd ik 15. En ik kon opeens echt maar 2-3 uur per dag iets doen. En dan viel ik gewoon flauw van de vermoeidheid. Dus ik kon gewoon 2-3 lessenuren volgen. En dan terugfietsen naar huis was eigenlijk al bijna niet meer te doen. Dus het was echt in 1 keer was het echt van 100 naar 0. Echt totaal de andere kant in. En snapte de buitenwereld dat? Nee, helemaal niet. En ik zelf ook niet. Omdat de huisarts kon ook niet plaatsen wat het was. Dus het was eerst prikken voor bloedarmoede, ziekte van Pfeiffer, ziekte van Lyme, al dat soort dingen. Dan ga je de psychische kant waarschijnlijk. Psychische kant inderdaad, naar een kinderarts. Die zei van, nou, we kunnen niks vinden in je bloed. Dus nou, dan ga je door inderdaad naar een psycholoog, psychiater. Wordt gekeken voor allemaal dat soort dingen. Kon ook niks gevonden worden. Dus ik zat in dat hele traject. En toen eigenlijk,
ja, ik denk na een half jaar liet mijn school al wel doorschemeren. Die zeiden van, joh, je bent inmiddels echt wel een zorgleerling, want je kunt maar 3 uur per dag naar school. Op deze manier ga je no way over naar de volgende klas. En we hebben eigenlijk geen tijd en geen geld om jou daarvoor te begeleiden. Dus ons impliciet advies is, zoek maar een andere school die dat houden wel kan. Houden we hem bedankt. Dus letterlijk houden we hem bedankt, dat inderdaad. Is ook dus dat was echt heel pittig, omdat ik het was ook wel een soort van mijn enige vastigheid. Die paar uurtjes per dag van school, ik wist ook wel van, op deze manier zit er heel weinig perspectief in. Ik hou ook in één keer allemaal onvoldoendes. Ja. Maar het was wel ook een beetje de sociale plek natuurlijk. Ja. Mijn vrienden zaten daar, het is toch je structuur in de dag. Ja. En dan in één keer zeiden ze van, nou, weet je, we laten jou eigenlijk los, dus je kunt nog wel komen, maar wij gaan geen moeite meer doen om je daarin te begeleiden. Dus toen hebben mijn ouders me aangemeld op iedere VWO-school in Eindhoven. Dus op iedere school ben ik een dag gaan meelopen en overal kreeg ik hetzelfde te horen. Met de zorgleerling, kost tijd, kost geld. Van beide hebben we echt een bizar tekort in het onderwijs. Dus zolang jij die vermoeidheid hebt en zeker zolang je niet weet wat het is, kunnen we jou eigenlijk niet helpen. En wat heeft dat betekend uiteindelijk? Je hebt geen diploma gehaald? Nee, mijn ouders hebben erop leerplicht gebeld. Van joh, we hebben een 15-jarige zoon zitten hier en geen enkele school in Eindhoven wil hem hebben. Waarop leerplicht eigenlijk zei van ja, super rot, maar daar hebben wij niks mee te maken. Het is aan iedere school om je aan te nemen of te weigeren. Dus daar kunnen wij niks mee. En daarnaast is dit een best wel groot probleem in Nederland. Er zijn er nog ongeveer 8.000, 9.000 leerlingen die dit ook hebben. Dus dat zijn of jongeren die in het autistisch spectrum vallen, of jonge mantelzorgers zijn, of net als mij ziek zijn geworden, of op wat voor manier dan ook niet in dat systeem passen. Ja. En waarbij het onderwijs gewoon zegt van ja, we hebben er eigenlijk geen mogelijkheden voor, dus doen we het niet. En dan sta je er opeens alleen voor. En wat heeft dat? Wat je moeder heeft een boek over geschreven, hè? De achterkant van het onderwijs. Was dat om de boosheid een beetje zeg maar uit het systeem te krijgen? Of waarom? Nee, niet helemaal. Die zelf, hoe ironisch ook, docenten op de middelbare school. Dus die ziet aan de andere kant, zei ze ook tegen mij, al het mooie van het onderwijs en alles wat het wel kan betekenen. Maar bij mij heeft ze ook gezien hoe hard het heeft gefaald. Dus die heeft altijd een soort van in die tweestrijd gezien van het heeft iets heel moois, maar het heeft ook iets heel erg. Ja, een kant waarin het heel fors tekort schiet voor een hele grote groep jongeren. Het zijn er niet 10 of 20 of 100 of 200, maar het zijn er gewoon echt duizenden in Nederland die datzelfde probleem hebben. Uiteindelijk ben je in het mbo terechtgekomen, toch? Ja, klopt. Ik heb nog 1 keer de middelbare school geprobeerd, nog 1 jaar op HAVO, maar dat lukte ook niet. Waarop die school uiteindelijk zei van, hey, kijk eens naar een BBL-opleiding. Want ik was toen al een beetje in de tussentijd begonnen met mijn eigen bedrijf. Ja. Ik had zoiets van, nou, ik wil wel iets van positieve energie geven aan die uren energie die ik wel heb, of een positieve draai. Dus toen ben ik naar het mbo gegaan voor een BBL-opleiding op advies van die middelbare school. En die zeiden, kijk eens of je niet de stage in je eigen bedrijf kunt lopen. En dan die ene dag die je op school hoort te zitten in een BBL-model, staat het 4 dagen stage, 1 dag school. Mm-hmm. Of dan die 4 dagen op je eigen bedrijf kan doen en die ene dag naar school moet dan wel een soort van haalbaar zijn. Dus toen zijn we naar het mbo gegaan en die zeiden in eerste instantie van ja, dit is no way mogelijk dat jij op je 16e je eigen stagebegeleider gaat zijn. Maar zeiden van, weet je, fine, we willen meedenken, probeer het maar. Je had een instantie, het EKABO volgens mij, en dan moest er iemand langskomen en die moest mij nou keuren als een erkend leerbedrijf, waar dan een stagiair in mocht werken. Dus ja, echt, we zijn echt door zoveel moeite gegaan, want ik werkte toen vanuit de slaapkamer, maar ik had toen al wel 2 studenten van de TU in dienst op de payroll staan. Ja. Ze hebben een soort van de woonkamer bij mijn vader thuis verbouwd tot kantoor, waar we dan iedere dag zouden hebben zitten werken. En waarbij we echt een soort hele setting hebben gecreëerd om maar het gevoel te doen geven dat we... Om erkend leerbedrijf te gaan. Ja, dat we wel ergens serieus mee bezig waren. Ook een mooi overhemdje aangetrokken toen, wat ik normaal nooit aan had. Echt alles aan gedaan. En ik denk dat die man die van het EK ook kwam, die prikte daar ook zo doorheen. Die had echt zoiets van, ja, die zei, snappen ook wel dat dit echt totaal niet de bedoeling is. Het feit dat ik ergens thuis kom alleen al voor een erkend leerbedrijf klopt natuurlijk al niet. Uh-huh. Maar die hoorde mijn verhaal aan en die zei, ik zie wat je probeert te bereiken. En hij zei, er zal toch ooit een keer iemand moeten zijn die even dit doet in het systeem en je die ruimte geeft. Dus we zetten de handtekeningen eronder en dan kun je aan de slag in je eigen bedrijf. Dus dat is echt een enorme opluchting geweest. Want toen zat er eindelijk weer een beetje perspectief in dat ik naar school kon, dat ik ook weer wat sociale contacten kon opbouwen. Ondertussen gewoon door kon bouwen aan mijn eigen bedrijf. Mm-hmm. En in die tijd nog steeds heel erg hard door aan het zoeken was naar wat is nou eigenlijk met mijn lichaam aan de hand. Ja. En toen oké, en dan nu dit kanker er ook nog eens een keer achteraan. Dus heb je vertrouwen in je lichaam? Ja, eigenlijk wel. Mm. Omdat, en ik denk dat het ook is als je iets heftigs maakt, dat je altijd zoekt naar de betekenis. En ik denk niet dat er per se, kan het ook snel een filosofische draai krijgen, maar ik denk niet dat achter alles per se een betekenis zit, maar het is ook maar net welke betekenis geef je ergens aan. En als ik dan kijk naar die auto-immuunziekte en wat dat me gegeven heeft nu, is wel dat ik op mijn 26e mijn eigen bedrijf heb. Iets wat ik echt al sinds jongs af aan wilde. Iets waar ik iedere dag heel erg van kan genieten. Super veel vrijheid in heb. Dus ik denk, ja, het zijn de shitste jaren van mijn leven geweest. Maar tegelijkertijd heeft het me ook gebracht waar ik nu zo ontzettend gelukkig mee ben. Dus het is ook dat ik denk van, ja, het is niet fijn. En het is
echt de rol dat ik het heb meegemaakt. Maar het brengt ook iets heel moois. Ja, mooie instelling hoor. Ja, 25-jarige. Ja, dat zijn lessen die andere mensen misschien pas leren als ze 50 zijn, man. Ja, en die heb je wel, denk ik, nodig om hier mee om te gaan. En dat is denk ik ook wat me grotendeels op de been heeft gehouden die dag in het ziekenhuis en in die herstelperiode daarna. Wie zijn de belangrijke mensen om je heen, als je naar je leven kijkt? Ik denk mijn moeder wel heel erg, omdat die ook heel erg meegeleefd heeft in dat stuk toen ik zo ziek was als kind of als puber. Mm-hmm. Mijn vriendinnetje natuurlijk, die wat ook nog pas heel recent is, maar waar ik wel een hele diepe band mee heb gekregen door wat er naar begin dit jaar gebeurd is. Mm-hmm. Dus ik denk dat twee mensen zijn die sowieso heel dicht bij me staan. Mm-hmm. Verder, zeker in een periode als deze, mijn hele team van Nodots voelt ook wel echt als mijn werkfamilie. Ja, want hoe groot is dat team inmiddels? 11 mensen nu. Op de payroll, gewoon. Loondienst. Nu Je bent gewoon werkgever. Ik ben werkgever. En dat zonder VWO-diploma. Sterker nog, dus misschien maar beter. Ja, dat denk ik af en toe. Ook. Ja. Ja. Hey, je eerste bedrijf, toen was je 8, bakkerij Marijntje. Ja, vond zeker. Ik ergens. Ja. Vertel eens. Ja, ik kreeg van de. Dat was toen van de ING. Ik heb sowieso wel echt die ondernemers-mindset, denk ik, altijd gehad. Of mindset in elk geval die drift om zelf dingen te doen. Ja, Olij waren ook onder. Of tenminste, je pa is ondernemer. Ja, toch? Die is ook ondernemer, inderdaad. Ja. Ook een belangrijk om je heen, toch? Neem ik aan dan. Ja, ook een belangrijk om me heen, inderdaad. Ja. Hoewel mijn vader ook wel, dat zeggen we ook wel. Mijn vader zegt altijd voor de grap dat hij vooral voorbeeld is geweest in hoe dingen niet moesten. Dus dat hij mij daarin ook. En dat heeft hij ook wel echt geïnspireerd heeft. Niet per se in de dingen van hoe het niet moet. Maar ik zou bijna door willen vragen naar het profiel van je vader. Maar dat gaat anders dan de mijne. Ja. Oké, wat doet hij? Die is industrieel vormgever. Oké. En heeft zijn eigen onderneming? Ja, heeft zijn eigen onderneming samen met een compagnon. Dus die zijn met z'n tweeën. Okay. Heeft vroeger ook wel het personeel gehad. Maar die heeft dus ook altijd tegen mij gezegd, neem geen kantoor. Want het is alleen maar vaste last. En je kunt prima hier thuis werken. Ja. Neem geen personeel. Want voor je het weet betaal je straks meer dan dat je zelf betaalt. Weet je wel? Die heeft echt ook de andere kant daarvan gezien. Ja. Aan de andere kant heeft hij me ook wel echt de start gegeven. Omdat hij heeft meegetekend toen ik nog geen 18 was bij de KVK. Ja, dat betekent dat hij financieel verantwoordelijk was voor alles wat ik deed. Dus die was ook wel. Dat respecteer ik nog steeds. Maar hij heeft me echt totaal niet gecontroleerd. Maar hij heeft wel altijd gezegd, Ben, alsjeblieft voorzichtig waar je handtekening zet. Want het is indirect ook zijn handtekening voor mijn 18e. Ja. Maar dus, bakkerij Martijntje, er was nog geen KVK-inschrijving waarschijnlijk. Nee, dat was gewoon zwart. Ja. Maar je verkocht appeltaarten. Ja, ik kreeg dus een koffertje van de ING. En er stond in, verdien meer zakgeld met dat wat je leuk vond. En stond er, ga auto's wassen of gras maaien, weet je wel. Dat soort voorbeelden. En ik vond bakken echt fantastisch. Maar ik mocht wel wat meer bakken, maar ik kreeg nooit op wat ik allemaal wilde bakken. Dus ik dacht, dit is perfect, want dan kan ik zoveel bakken als ik wil. Dan kan ik het aan de andere kant weer de deur uit krijgen. En dan kan ik doen wat ik leuk vind, verdien ik er ook nog wat mee. Ja. Dus ik heb toen op één avond, ik denk 200 flyers uitgeprint. En dat vond ik wel heel tof aan mijn beide ouders, die lieten me ook dat soort dingen doen. En ben gewoon door de buurt gaan lopen en overal een flyer in de bus gaan steken met een fotootje van mij, bakkerij Marijntje, wat ik dan schreef met T-J-U-H op het einde, want dat vond ik stoer. En dan een prijslijst erbij van appelflappen en appeltaart en dat soort dingen. En dan ben ik gegaan en ik denk, dezelfde avond ging mijn telefoon nog, dus een gunfactor heb je dan natuurlijk mee, met iemand die opbelde en die zei van, nou, we willen dit weekend wel een appeltaart. Dus ik had echt zoiets van, yes, I'm in business. Ik ga ervoor. Maar toen op een gegeven moment werd meer dan één, toch? Ja, op een gegeven moment stonden we ieder weekend te bakken. Ik denk wel tot een lichte frustratie van mijn ouders, want we moesten in één weekend 6 of 7 appeltaarten weg. Stond ik gewoon echt op een hele zaterdag en zondagmiddag lekker te gaan. Appeltaarten te bakken. Ja, ik vind het zo fantastisch. Nodots nu. 11 man in dienst. Wat doen jullie? We zijn een digital agency. Dus wij doen eigenlijk alles digitaal voor merken met eigen producten. Dus dat kan echt van alles zijn. We hebben een paar fashion labels, dus echt kleding. Ja. Interieurproducten, fast moving consumer goods. Dus gewoon eten, drinken. Veel e-commerce partijen of retail ook? Nee, geen retail dus. Omdat we zeggen, we focussen echt alleen maar op eigen merken. Ja, oké, maar als eigen merken wil je eigen winkeltje hebben, toch? Zeg ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Het zijn veel online spelers zijn dan? Bijna allemaal online spelers. Ja. Die wel in de retail liggen, dus wel via verkoopkanalen de offline kanalen ingaan. Kun je een paar merken noemen waar je voor werkt? Ja, zeker. Walra is eentje. Die hebben nu toevallig een hele grote actie met de Albert Heijn voor het sparen voor de handdoeken. Die zijn toevallig afgelopen weken live gaan. Die doen eigenlijk dekbed overtrekken, handdoeken, eigenlijk keukentextiel, huistextiel, dat soort zaken. Dan hebben we ook kinderkledingmerk Retour Jeans. Die maken kleding voor kinderen, voor jongeren en voor baby's. Een beetje dat soort type merken. Hey, en digital agency, daar ben je niet de eerste. Zijn we en ook niet de enige. Zeker niet. Dus hoe onderscheiden jullie je van het andere digitale geweld, zeg maar? Eigenlijk door wat ik net zei, door echt zo super te nichen op die eigen merken. We zeggen, we
weigeren dus ook echt opdrachten die niet van een merk zijn. Okay. En daardoor is de expertise in ons team ook echt alleen maar gefocust op die eigen merken. Wat die maakt dat zo specifiek? Of tenminste, wat ja, maakt die hebben zo een hele andere uitdaging. Omdat je als retailer vaar je eigenlijk mee op de naamsbekendheid die een merk al heeft. Pak een Bijenkorf, die kan meevaren op alle merken die ze voeren. Ja. En als eigen merk, zeker als start-up en als je dan in de markt wil gaan zetten, ja, dan moet je die naamsbekendheid nog veroveren. Okay. Je moet nog credibility opbouwen dat wat je belooft ook daadwerkelijk waar is. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je met de grotere spelers waar we ook voor werken, die hebben vaak een stukje dat ze het willen behouden en juist wat meer los willen komen van die retailers. Zeggen we willen het wat meer op eigen been kunnen doen, ook omdat de marges dan gewoon veel interessanter zijn. Ja. Dus daar zit wel een heel ander soort aanpak ook in hoe je die marketingcampagnes doet. Plus waar ik denk dat retailers veel vaker moeten concurreren op prijs, omdat ze niet de enige zijn die een product voeren, ja, kan een eigen merk dat juist helemaal niet. Die kunnen ook geen aanbieding doen, want als een pak een Walras die in één keer zegt van oké, we gaan zonder aankondiging in één keer alles min 30% doen. Ja, en zegt die retailers op een gegeven moment ook van hé, wij hebben tegen dezelfde inkoopprijs ingekocht. Ja. Jullie gaan volgens concurreren met een veel grotere marge dan dat wij hebben, want jullie hebben een veel voordelige inkoopprijs omdat je direct gaat. Ja. Dus die worden daar uiteraard niet blij van. Dus vrijwel al onze klanten kunnen niet terugvallen op kortingen om hun marketing te doen. Ja, ja, ja. En dat maakt ook wel dat je een andere aanpak nodig hebt. Ja. En jullie hebben de pretentie om eigenlijk het hele traject te doen, hè? Ja. Dan denk ik 11 man, dat is ambitieus. Ja, er zijn andere bureaus die hebben, zeg maar, weet ik veel, die hebben 100 man in dienst. Ja. Dus hoe doe je dat met 11 man, dat je alles kan doen? Iedereen heeft wel echt zijn eigen specialisme. En ik denk ook dat het hierin weer helpt dat we maar voor één type klant werken. Het is niet dat we maken alleen maar webshops. Dat doen we ook voor klanten met dezelfde soort volumes, met dezelfde soort insteek. Dus iedereen, ik wil niet zeggen dat het een soort van copy-paste is wat we doen, helemaal niet. Het is bijna geformateerd of zo. Maar er zit wel een heel duidelijk proces achter, er zit een heel duidelijk format achter. Doordat we zoveel merken hebben, weten we ook heel goed wat wel werkt en wat niet werkt. Maar je bouwt ook echt. Dus je bouwt shops, je markets, zeg maar hele klantenreizen. Met wel één belangrijk onderscheid, dat we geen content doen. Dus wij doen geen fotografie, geen fotoshoots. We bedenken ook niet de inhoud van de campagnes. Want dat zien we ook echt als een vak apart. Ja. Ligt wel in de lijn van ambitie. Zouden we wel heel graag op een gegeven moment willen doen. Uh-huh. Maar nu hebben we wel zoiets van, oké, dat is te veel voor de 12 man erbij met wie we zijn. Hey, en 25 ben je nu, hè? Ja, 26. 26, ja. Gefeliciteerd. 11 man in dienst, 11 mensen in dienst. Wat kenmerkt een ondernemer/werkgever van 26 jaar anno 2022? Wat doet hij anders of hoe doet hij zijn business? Ik denk met veel meer, het is misschien ook wel een beetje een cliché antwoord, maar wel met veel meer vrijheid richting het team. Iedereen bij ons heeft buitengewoon veel eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte om dingen in te vullen. Ik denk, dus was wel heel grappig, want ik had laatst een keer een etentje met wat andere ondernemers en die waren allemaal een stuk ouder en toen ging het ook over leiderschap. En toen zei ik van, nou weet je, de stijl waarin ik dat doe is juist heel veel vrijheid geven en erop vertrouwen dat iedereen zijn eigen ding doet. En zei iemand, dan, het is net als met thuiswerken, dan gaat iedereen al snel niks zitten doen, weet je wel. En dan denk ik, ik zei, als ik een medewerker heb van wie ik niet het vertrouwen heb dat hij doet wat hij moet doen op het moment dat ik er niet ben. Ik zei, dan kun je hem beter laten gaan dan dat je hem dan in dienst houdt, maar dan het gevoel heb dat je hem heel erg moet controleren. Ja. Ik wil alleen maar mensen die gewoon echt met liefde voor het vak werken, die ook echt gewoon graag bezig zijn met datgene wat ze doen. Mm-hmm. En dan kun je ook op vertrouwen dat ze dat doen. Ja. En dat vind ik wel heel erg belangrijk, ook omdat ik dan zoiets heb van, nou, dan maakt dat het ondernemen voor mij ook veel leuker. Mm. Heb jij bijvoorbeeld, hebben jullie nog vaste vakantiedagen of hebben jullie een aantal vakantiedagen of zo per jaar? 30. Oké. Dus, dus dat is meer dan gemiddeld. Meer dan gemiddeld. Hey, en werktijden? Flexibel ook. Mag je zelf invullen. Ja, behalve als je teamwerk, bedoel, je moet ook. Ja, we hebben op een gegeven moment wel gezegd van, nou, laten we het beperken tot niet vroeger dan 7 uur beginnen en ook niet later dan 11. Dat iedereen wel een beetje kan slapen. Dat iedereen ook wel een beetje op dezelfde tijden op kantoor is. Ja, ja. Want dus anders, als van die nachtuilen die dan zeg maar om 1 uur binnen zouden komen, dan werkt het op een gegeven moment ook niet meer, omdat je elkaar dan misloopt. Ja. Maar we hebben bij ons Brian werken, die begint wel iets eerder dan 7. Die begint volgens mij 6:30 tegenwoordig. Ja. En die is dan rond een uurtje of 3 weg, vindt hij gewoon hartstikke lekker. Ja, ja, ja. Ja, ik ben echt van, ik vind het lekker om 's avonds even door te pakken en om 's nachts te werken. Ik ben vaak wel echt als laatste op kantoor. Ja, dat vind ik ook gewoon heerlijk. Ja. Wat vind je het moeilijkst aan ondernemen? Ik denk ook wel de verantwoordelijkheid die je hebt. Zeker in zo'n periode als begin dit jaar. Zeg maar, aan de ene kant is er al het begrip voor aan alle kanten dat er gebeurd is wat er gebeurd is. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik heb ook gewoon zakelijke afspraken met klanten lopen. We hebben gewoon doelen staan die we moeten halen. We hebben afspraken staan die nagekomen moeten worden. Ik heb een team waarvoor ook in zakelijke zin gezorgd moet worden. Mm-hmm. En dan maakt het niet uit of je kanker hebt of niet. Het moet gewoon gebeuren. En die verantwoordelijkheid aan het eind van de dag ligt wel echt op mijn schouders. Mm. En daarin heb ik echt super veel geluk gehad met het team.
die meer dan ik had verwacht en eigenlijk had mogen hopen uit mijn handen heeft durven nemen of hebben kunnen nemen. Mm. En ook klanten die heel geduldig zijn geweest in mijn herstel en ook daarin alle ruimte hebben gegeven. Mm. Maar aan het eind van de dag voel ik die verantwoordelijkheid wel. Ik weet wel, het is aan mij om te zorgen dat het schip blijft. Ja, varen. Vreselijke dingen maken ook hele mooie dingen mogelijk, hè? Ja. Dat is dan mooi om te zien, hè? Hoe zo'n bedrijf, hoe andere mensen het voor jou hebben opgepakt. Ja, en dan echt een stap omhoog doen. Ja. Als je naar de toekomst kijkt, hè, zeg maar ja, het loopt bij jou denk ik heel erg door elkaar, hè, privé en ondernemen, want dat is natuurlijk inherent aan elkaar verbonden, zeker yep. bij zo'n ondernemer als dat jij bent. Maar probeer toch eens die twee splitsing te maken als je kijkt in eerste instantie naar je toekomst privé, hoe zie jij die dan? Ik vind dat een hele lastige. Aan de ene kant spreekt die hele... Je hebt natuurlijk, als het om jonge ondernemers gaat, de digital nomad levensstijl, zeg maar. Het reizen, remote werken. Ergens prikkelt me dat ook wel. Dus ik heb wel zoiets van, ik zou ook nog wel heel graag, ook weer heel cliché, maar wel meer van de wereld willen zien. En gewoon lekker op reis willen gaan. Mm-hmm. En dat ook wel willen combineren. Aan de andere kant heb ik ook wel veel ondernemersvrienden die dat wel doen. En die zeggen, het ziet er heel romantisch uit van de buitenkant, maar het is niet zo heel relaxed, want je bent op een andere locatie, maar je hebt eigenlijk geen tijd om het te zien, want je bent aan het werk. Ja. Je leeft in een andere tijdzone, je ziet je vrienden en je familie niet. Dus ik denk, ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarmee wil. Aan de andere kant, als het straks, zeker nu corona voorbij is, of enigszins voorbij is, lijkt me wel heel lekker om meer te gaan reizen. Uiteindelijk zou ik ook wel heel graag een keer langere tijd in het buitenland willen wonen. Ook omdat het me gewoon gaaf lijkt voor de ervaring. Ik denk dat dat ook wel die overeenkomst is, privé en zakelijk. Dat ik het voor de ervaringen wel heel erg doe. Mm-hmm. Waar zou je dan willen wonen? Het zou me niet eens zo heel gek veel uitmaken. Maar Spanje vind ik wel echt een fantastisch land. Gewoon voor de cultuur, voor het weer, voor de tapas en de pinchos. En dat is echt wel een land waar ik verliefd op ben geworden. Aan de andere kant, iets als Amerika spreekt me ook wel heel erg aan. Gewoon echt naar ook weer een heel ander soort cultuur. Ja. Spanje is ook anders, maar het ligt toch. Is je toekomstbeeld privé veranderd als je kijkt naar, ik hoef niet eens zo lang ver terug te spreken. Net voordat je kanker dat ontdekt werd. En nu? Nee, niet per se. Ben jij veranderd? Ik denk dat zoiets als dit je sowieso verandert. Ja, ik denk wel dat ik er iets door veranderd ben. Maar ik denk dat het auto-ongeluk daarin significanter is geweest. Omdat ik dat. Deze ervaring lijkt in dat opzicht heel erg op die ervaring. Namelijk het gevoel hebben dat morgen mijn hele leven op zijn kop zou kunnen staan. Maar ook dat echt, dat is ook gewoon een naar besef. Dat het leven ook morgen zomaar voorbij zou kunnen zijn. In één. Ja. Dit en het kan weg zijn. En dat hoeft niet eens met de kanker te maken hebben. Of wat dan ook. Kan hetzelfde geld geschept worden terwijl ik de straat oversteek. Ja. Noem maar iets. En dat is ook iets wat ik in dat opzicht. Ik heb natuurlijk een LinkedIn-post geplaatst ook over alles wat ik heb meegemaakt. Wat heeft dat gedaan? Ja, dat heeft veel losgemaakt. Ja. En daarin kreeg ik heel veel reacties van mensen die zeiden van, oh, ik ga proberen meer stil te staan bij dat het leven inderdaad zomaar voorbij kan zijn. Mm-hmm. En dat ze dat dan een soort van fijne reminder vinden. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, als ik al die reacties lees, van ja, doe maar niet te veel. Want zo fijn is het niet om je daar zo bewust van te zijn. Het is misschien goed om er af en toe even aan te denken, maar zeker twee van dit soort ervaringen achter elkaar is denk ik mijn grootste uitdaging van dit moment wel weer om een soort zorgeloos te kunnen genieten. Mm. Ook omdat er anders een soort van druk op komt te liggen van geniet maar, want morgen kan het voorbij zijn. Ja, zo prettig is dat niet. Is dat niet. Het leven is ook gewoon een beetje zoals het misschien wel loopt of zo. Ja. Ja, en het is denk ik ook goed om niet continu stil te staan bij het feit dat het morgen voorbij kan zijn. Ja. En dat is, als je vraagt wat is er veranderd of ben ik veranderd, daarin ben ik wel echt veranderd of merk ik dat het in mijn hoofd ook echt anders is dan hiervoor. En dat ik was op vakantie samen met mijn vriendinnetje in Curaçao. Echt paradijselijke omgeving. Maar zaten we te eten daar en een soort van alles klopte. En dan krijg je toch die gedachte van, en misschien morgen niet meer. En dat is niet lekker. En dat is ook wel waar ik hard aan werk om dat proberen terug te veranderen naar hoe dat was. Gewoon een beetje relaxed in het moment kunnen zitten. Zeg. Ja, dat. Doe je daar iets van therapie bij of zo? Of hulp? Of? Ja, ik heb vanuit het ziekenhuis een psycholoog of een traject met een psycholoog aangeboden gekregen. Ja. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat ga ik gewoon doen. Ja. Maar er is ook wel veel herhaling van, want ik ben al eerder ook in therapie geweest. Ja. Of een coaching gehad voor alles wat ik heb meegemaakt. Dus ook wel veel herhaling van wat ik toen heb geleerd. Desalniettemin wel goed om dat weer allemaal vast te hebben. Hey, en de keihard commerciële ambitieuze doelstellingen met No Dots, staan die ergens op een dartboard? Die zijn binnen Nederland zou ik heel graag op de e-merse top 100 willen komen. Dat is het bedrijf of de lijst met digital agencies die in de top 100 komen. Ja. Die ligt wel echt voor onze ambitie voor dit jaar/volgend jaar. Zouden we daar wel graag een entree in willen maken. Mm-hmm.
ik zie ook wel dat Nederland binnen onze niche op een gegeven moment wel wat beperkter gaat worden. In dat opzicht, we hebben nu een aantal mooie merken. Ik denk dat we daar nog een stap omhoog in kunnen en willen maken. En dat gaan we ook doen het komende jaar. Mm-hmm. Maar dan zou ik ook wel heel graag die stap naar het buitenland willen maken. Okay. En het verkopen wel... van je bedrijf is natuurlijk een behoorlijke consolidatie aan de gang in Nederland. Hè? Grote, ja. Paar grote bureaus die enorm aan het opkopen zijn en zo. Ja, klopt. Is dat voor jou nog een optie? Zou ik niet zo snel doen. Mm. Nee. Ook omdat ik zou, zeg maar, voor het geld zou ik het niet willen. In dat opzicht, zo interessant vind ik het daar niet voor. Ik denk dat ik ken een aantal ondernemers ook met digital agencies die het wel hebben gedaan. Maar die zijn vaak ook een stukje ouder. Die zijn dan 40, 45. Ja. Die zeggen van, ik vind dit wel een mooi moment. Dan heb ik en een hoop cash op de bank staan. Kan ik daarmee nog een concept wat ik heb, kan ik een volgende stap mee maken? Dan ben ik dan nog jong genoeg voor om daar echt iets mee te doen. Ja. Ja, ik heb dat niet. Ik denk, ik heb nog de komende 40 jaar sowieso voor me. Ja. En daar komt wel aan. Ik wil eerst hier echt iets gaafs van maken. En ergens ook wel de behoefte om te kunnen zeggen dat ik dat zelf gedaan heb. Ja, ja. Dan wens ik jou daar heel veel succes en bovenal heel veel plezier mee, Marijn. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar een prachtig mooi ondernemersverhaal. En wil je daar meer van zien of horen, abonneer je dan vooral op het kanaal van 7D TV, op Spotify of op YouTube of waar je ook maar wil. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.